Op maandag 27 december werd er in Sporthal De Postel een handbaltoernooi georganiseerd. 55 teams van 9 basisscholen uit Zomeren deden mee. Er doen vandaag 550 kinderen mee. Die voor de 15e maal hier op het scholentoernooi van Handbal Zomer aanwezig zijn. Vanmorgen 7:15 of vanmiddag 6:00 houden wij die bezig. En ze spelen wedstrijden van 9 minuten. Dus elke wedstrijd duurt 9 minuten, een minuutje pauze ertussen. En dan hebben we de finale van de morgen gespeeld voor de groepen 3 en 4 en 5 en 6. En nu zijn groep 7 en 8 bezig. Zo, dat gaat goed volgens mij, of niet? Ja. Hoe ver zijn jullie al? Bij de halve finale. De halve finale? En, is het zwaar? Maar, gaat. Is de eerste keer dat je nou handbal? Nee. Oh, dus jullie zijn allemaal geoefende trainers? Ja. En, gaan jullie ook winnen die halve finale? Ja, natuurlijk. Zeker.